Oh, Giel, laten we even naar de mega chique villa gaan rijden. Ja. Oh, kijk eens aan. Even hier de auto gaan parkeren, hoor. Zo in de parkeergarage. Wappa. Oh, Giel, ben je al een keer in mijn megavilla geweest? Nee, ik ben hier nog nooit geweest meer. Nou, ik heb deze megavilla vandaag gekocht, dames en heren. Kijk eens aan. Deze megavilla, we gaan een rondtoe geven. Ik ben heel erg benieuwd meer. Ja, maar eerst, voordat we gaan kijken in een echte megavilla, heb ik hier nog een klein huisje. En ik ben daar zelf ook nog nooit geweest. Oh, is dit niet gewoon stiekem je buurman? Ja, eigenlijk dacht ik dat het jouw huis was, maar ik weet het niet zeker. Ja, dit is mijn huis. Je woont al hier. Oké, vanaf nu is dit jouw huis. Oké, laten we eens gaan kijken. Wat hebben we hier allemaal? Ik zie hier allemaal. Oh, vis. Eet jij vis, Giel? Ja, waar is vis? Oh, dat wil ik echt eten. Zal ik eten? En ook heel veel goudstaven. Nou, die zijn nu van mij. Nee, waarom doe je dat? Nee, oké, ik geef ze wel terug. Oké, ja, als je. Oké, laten we even verder gaan kijken. Want dit is dus Giel zijn dikke villa. Wow, yo. Dit is echt mijn TV, alles heb jij gewoon. Met antenne. Erop, heb je dat gezien? Ja, met antenne, dat is wel belangrijk. Ja. Oh, dan gaan we hier nog naar boven. En wat hebben we nog meer dan? Ja, zo. Dit is, dit weet ik, dit is mijn slaapkamer. Hé, en ook nog eens paars. Ja, dit heb ik. Dit is echt mijn huis. Maar jongens, dit is nog helemaal niks. Blijf kijken. Want straks gaan we in mijn megavilla. En sorry, Giel, om het je te zeggen. Maar die is echt groot. Ja, ik denk wel 20 keer zo groot. Wat bedoel jij? Ja, hij is echt 20 keer zo groot, mijn megavilla. Hey. Laten we snel naar mijnen gaan, want dit kan echt niet. Ja. Ja, dit kan gewoon echt niet. Zeg maar, mijn parkeergarage was even groot, Giel. Nee, als dit huis? Ja, dat zag je toch net waar wij de auto parkeerden? Vond ik eigenlijk bijna net zo groot als dit huis. Ja, nee, dat heb je wel gelijk. Oké, Giel, laten we de trap omhoog lopen. Kijk deze trap dan. Dit is gewoon voor de entree, hè? Ja, echt waar. En nu mag jij bepalen wat we gaan doen. We kunnen die kant op, we kunnen die kant op. Zo, dit is echt mega mik. Ja, dit is wel echt groot, hoor. Even kijken, hoor. Hier is dan natuurlijk de mooie tuin. Oh, ik sloop hier de hele boel. Jij sloopt weer mijn huis. Nou, dat ga ik wel. Ik wil hier naar binnen. Oké, we gaan hier naar binnen. Dan komen we gelijk binnen in de woonkamer. Oh, jij hebt een iets grotere tv dan dat ik heb, Mick. Ja. En dit is zeg maar de bank. En dan kan je lekker chillen. En hier hebben we zeg maar de geweldige keuken met waterval, Giel. Ja. En we kunnen gewoon lekker verder, weet je. Hier hebben we gewoon, weet je, belichting in het plafond. Dat is, vind ik maar niks. Dus ik dacht, weet je, dit is veel mooier. Dit doen echte miljonairs. Dit is inderdaad heel erg mooi. Dit is mooi culinair gemaakt. Nou, we gaan hier met de zwevende trap omhoog. Wow, en we komen hier nu binnen in de tweede... Ja, wat is het eigenlijk? Een soort bioscoop? Een chillroom? Nee, dit is de pingpongtafel. Dit is de mannenkamer. Dit is een pingpongtafel, dat is zeker waar. Maar dit is zeg maar de mannenkamer. Dit is de echte man cave. Kijk, we hebben hier dikke speakers. Een tv natuurlijk weer. En een pingpongtafel. En dan gaan we gewoon lekker verder, Giel. Naar mijn eigen slaapkamer, waar heel veel monsters zijn. Er zit een monster onder je bed. Maar Giel, kijk gewoon hoe klein jouw bed was. En kijk hoe groot mijn bed is. Dat is toch niet normaal? Ja, dat is zeer zeker waar. Hier kun je gewoon met 6 mensen in slapen. Dat ja, Giel, wel. Jij mag dan ook gewoon bij mij slapen, hoor. Ah, let's go. Ik claim deze dan, ja. Is goed. Oké, ja, we hebben hier natuurlijk ook weer een tv, want ja, ik moet overal kunnen tv kijken, anders is het niet goed. Oeh. En dan gaan we nog een verdiepingje omhoog. En dan hebben we hier, kijk eens aan. Dat ga je niet geloven, Giel. Je hebt gewoon een tennisveld in je huis. Op het dak van mijn huis heb ik een tennisveld. Oh, mijn god. Oké. Met gewoon nog watervalletjes erbij, hè? Hé, dat is heel erg lekker, Mick. Ja, ik vind dat helemaal mooi. Ik vind het ook super vet. Oké, wacht. Laten we gelijk weer naar beneden gaan. Want dit was nog maar een klein deel van het huis. Wat? Ja, Giel. We zijn maar 1 deur binnengekomen. Je hebt nu de man cave gezien. Een deel van mijn woonkamer. De slaapkamer en het tennisveld. Ah, joh. Dat is nog niks, joh. Ik ben echt heel erg benieuwd, Mick. Ik ben benieuwd naar de rest van het huis. Oké, laten we hier naartoe gaan. En dan gaan we nog even hier kijken. Want hier hebben we nog een leuke kamer, namelijk de eetkamer. De eetkamer. Ja, en weet je, we moeten er zoveel mogelijk vrienden langs laten komen. Dus dit is mijn eetkamer. Kijk, je hebt maar ook gewoon even... Waar is het eten dan? Ja, het eten moet gemaakt worden in de keuken. Maar, dat, ja, weet je, het is nog geen avondeten. Dus we gaan gewoon weer lekker verder. Ja, nee, dat is ook zo inderdaad. Naar mijn andere afdeling. Kijk eens aan, Giel. We kunnen hier zo over een balkon heen zwembad. Lopen. Het zwembad. Oh ja, die heb je ook natuurlijk nog niet gezien.
Ja, dit is een buitenzwembad. Ben je er al ingesprongen? Oké, okay, doe ook wel een bommetje. Ja, hoppa! Bommetje. Let's go. Ja, hier kunnen we ook gewoon even lekker zonnen als we dat willen. Kijk, we hebben zelfs wel paarden in de tuin. En we hebben natuurlijk hele mooie bomen laten bouwen. Die zijn helemaal niet in Minecraft, dus die heb ik speciaal laten bouwen voor de villa. Oh, oké. Ja. Maar we kunnen verder, Giel. We kunnen verder. Oké. Kijk, volgens mij... Je zegt dus dat we echt nog maar een derde van die villa gezien hebben. Ja, misschien overdrijf ik een beetje. Maar laten we gewoon verder gaan kijken. Weet je, we hebben hier nog een slaapkamer. Ja, deze is nog heel leeg. Dit is wel een hele lege slaapkamer. Ja, Giel, ik had eigenlijk een verrassing voor jou. Oh, is dit mijn kamer? Ja, jij mag hier gewoon komen wonen. Oh, nee, dat is op zich best wel leuk. Als we hier samen wonen, dan had ik het wel. Je hebt gewoon zelfs je eigen balkon. Oh, wat? Inderdaad, ik kan vanaf hier weer gewoon in het zwembad springen. Ja, Giel, dit is toch niet normaal. Maar dit is nog lang niet alles, Giel. Oké, ik ben benieuwd. Kijk, Giel, als we even heel hoog springen. Ja, heel hoog springen. En even nog hoog. En dan zijn we op het dak aangekomen. En dan moet je eens komen kijken naar de andere kant van dit huis, Giel. Waar is de andere kant? Oh, kijk, wat? Hier, Giel, is nog een hele kant. Ja, hier hebben we nog een hele chill ruimte, Giel. Dit is toch niet normaal? Oh, nee. Oh. Maar Giel, wat vind je dan van mijn villa? Kijk dan eens. Als je gaat vliegen, kijk eens eromheen. Ja, ik vind het echt ontzettend vet, Nick. Ja, dit is toch niet normaal, Giel. Oké, Giel, maar als plan had ik iets heel leuks. Laten we gewoon jouw slaapkamers gaan inrichten. Want ik wil gewoon dat je bij mij komt slapen. Dus laat even deze endstaaf pakken. Dan gaan we even wat meer belichting erin gooien. Kijk eens aan. Ja, we moeten er natuurlijk wel zelf ook wat van maken, natuurlijk. Ja, kijk. Die lanterns zijn ook wel vet zo. Voor zo, kijk. Zo, dan heb je wel wat belichting nu, denk ik, hoor. Dan kunnen er ook geen zombies zeker, meer komen. Zeker. Even kijken. Dan gaan we nu ook een tv maken, natuurlijk. Kijk, dat doen ze zo. Hoppa. Oké. Jij krijgt een mega grote tv, Giel. Oké. Wat wil je nog meer? Wat wil je nog meer? Nou, ik wil heel erg graag gewoon een bed in mijn eigen kleur, alsjeblieft, meneer. Ja, dat kan echt niet, hè, dat rode. Nee, dat kan echt niet. Verander het maar snel naar paars. En ik dacht, jij wil natuurlijk ook gewoon even een lekker, ja, een chillruimte. Chillruimte? Nou, op zich, ik kan ook wel een tv'tje gebruiken, meneer. Ja, kijk, nee, ik heb al een tv voor je gemaakt, maar wil je geen bank hier in de hoek nog of zo? Ik wil een bank. Een paarse bank wil ik. Ja, weet je, Giel, we hebben toch echt mega veel ruimte. Dus we kunnen deze bank gewoon echt gewoon, ja, gewoon wol maken. En gewoon mega rood. Wacht even hoor. We doen natuurlijk een hoekbank. Mega hoekbank, Mick. Zo, hoppakee. En dan zo doen we even dit toch. Oh. Kijk. Zo, kijk eens. Oh, een mega grote paarse hoekbank. Moet natuurlijk ook een tafeltje bij. Kijk eens aan. Ja. Kijk eens, hoppakee. Een mooi tafeltje, Giel. Oh, ik vind het helemaal prachtig. Kijk maar, hij moet nog een beetje zo, weet je wel, een beetje zo. Ja, dit ziet er al een stuk luxe uit. Je hebt rechts ook nog wat. Wat kan je nog meer op je slaapkamer? Je kamer is zo groot. Moet je, dat is waar. Je moet natuurlijk ook YouTube-video's maken. Ja, een setup heb ik nodig. Ja, Giel, hoe gaan we je setup maken? Nou, ik hoop mooi. Kijk. We gaan, dit is de schermpje natuurlijk. Zo, kijk. Ja. Dit is je computerscherm. Ik weet even niet hoe ik het anders kan maken. Mick, dit is echt een lelijke computerscherm. Ja, dat heb je zeker. Maar misschien moet jij het even doen. Giel, hoe ga je je setup maken? Nou, ik zat sowieso te denken aan een soort van mooie sprucewood bureautje. Dus zeg maar zo. Nee, dat doe ik helemaal verkeerd. Zeg maar gewoon even een mooi bureau. Maar omdat we ruimte hebben, wil ik wel een mooi hoekbureau. Oké. Zeg maar zo. Dan heb ik gewoon een mega bureau. Wow, dat is wel echt super chill. Ik zeg je eerlijk. En dan zet ik ook nog even iets van sters neer. Zo, hoppa. Ik denk dat we die een beetje zo op deze manier kunnen plaatsen. Zo, hop. Oké. En dan moeten we iets voor schermen hebben. En ik dacht van, joh, dit lijkt heel erg op een scherm, toch? Dit zo. Wacht, je gaat het zien. Ik ben heel erg benieuwd nu. Oké, kijk zo. Hop, dit zijn schermen. Kijk eens. Oh, wat een mooi zwart scherm. En dan doen we nog even... Het zwart scherm, ik wil een paar schermen. Wat is dit nou weer? En dan doen we nog even een mooie... Toetsenbord. Toetsenbord, maar die kan hier niet echt aan. Dus, Kijk, ik denk dat je ook een bureaustoel moet. Kijk eens aan. Ja, hop. Ja, weet je, Giel, ik vind het wel een mooie setup. Hier kan je wel mooie
YouTube-video's mee maken. Ik denk dat jouw slaapkamer wel klaar is, of niet? Ja, ik denk het ook. Het is helemaal ready. Kijk, maar jij gewoon wonen in mijn miljoenen villa. En kijk eens wat je gewoon als uitzicht hebt. Het is een mega grote zwembad, hoor. Ja, dat is echt niet normaal. Nee, maar Giel, dan kan dat huis daar voor jou wel weg, denk ik. Oh, ja hoor, ja. Ja, dus ik pak even wat TNT. En dan gaan we het even lekker opblazen. Want ja, weet je, wat heb je nog aan dat huis? Mick, als jij mijn huis gaat opblazen, dan blaas ik jouw huis ook op, hè? Hé, jij mag wonen in mijn huis. Ja, maar je gaat toch niet zomaar dit huis opblazen? Dat is toch hartstikke zonde? Ja, maar wat heb je nou nog aan dit huis? Ja, nee, Mick, dan krijg je echt payback, hoor. Nee, joh, je hebt niks meer aan dit huis, Giel. Je komt bij mij wonen. Waarom zou je brood nog in? Weet je, hoe ondankbaar ben je als je nog in dit huis gaat wonen? Als je mijn je hebt wel gelijk. Ik ga gewoon meeplaatsen hier. Hoppa! Kijk eens aan. Nu hebben we nog een Fleet. Fleet en Steel heet het, toch? Ja, Flint en Steel. Oh, helemaal dat... correct. Helemaal correct. Ik heb het op het Nederlands staan. Dan heet het vuur, steen en staal. Okay. Vuur, steen en staal. Kijk eens aan. Oh, doei Giel's huis. En welkom in de megavilla. Joejoe. Oh nee, je begint je eigen huis ook op te blazen, Mick. Oh nee.